Mijn naam is Theo van der Ven. Ik ben de vader van Lieke en Femke. Lieke en Femke zijn een tweeling, maar ze zijn totaal verschillend. Ze zijn wel allebei begonnen op de business school. Dus we moesten een keer een marketingprogramma organiseren voor de gemeente Enschede. Dat vond ik heel erg leuk. En we moesten ook een keer een escape room verzinnen. Dus je hebt allerlei verschillende projecten waar je mee bezig bent. Lieke kwam er al gauw achter dat technatie meer bij haar paste. En ook haar vakkenpakket heeft ze daar volledig op aangepast. Dat is het mooie hier op school. Ze mogen hier hun eigen cursus maken. Buiten dat ze heel verschillend zijn, leren ze beter, zijn ze allebei heel actief voor het Brug het Snuggert nieuws. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. En vandaag zijn we bij de redactie van de Brug het Snuggert nieuws. Ze leren hier heel veel dingen om zelfstandig dingen op te zetten. En worden enorm gemotiveerd om met Nederlands op een andere manier bezig te zijn. Ik ben Willemijn Hepkema, docent en mentor. Wij proberen vrij snel een thuisgevoel te creëren hier voor leerlingen. Er zijn contactmomenten tijdens het mentoruur, maar een leerling kan altijd bij een mentor terecht. Leerlingen vinden het leuk om iets buitenschool te doen. En leerlingen die van schrijven houden of van tekenen, filmpjes maken, die zijn welkom bij de schoolkrant. Leerlingen doen dat met veel plezier. Ze interviewen docenten, ze gaan bijvoorbeeld naar een wethouder toe om daar een gesprek aan te gaan. Medeleerlingen dus ontzettend leuk, ze leren er veel van, ook het contact met anderen op school. Ik ben Meike van Oenen en ik zit op de Bruggerstraat. Wat ik heel leuk vind aan Technasium is dat we werken aan echte actuele onderwerpen uit een beetje technisch bedrijfsleven. Dus heb ik zelf gewerkt aan Van Gas Los. Dat ging over dat we een warmteplan moesten schrijven voor een complex gebouw. Zodat binnen 5 jaar over kon stappen op duurzame energietechnieken. Mijn naam is Freek van Oenen en ik ben de vader van Meike. De ontwikkeling die ze daardoor maakt is gewoon geweldig om te zien. Je ziet een kind die iets aan het ontdekken is. Ze leren heel goed samenwerken met elkaar en ze leren presenteren. Vanuit mijn ervaring met andere scholen vind ik wat mij opvalt aan deze school is de uitstekende communicatie vanuit de leraren, vanuit de leiding naar de ouders toe. Ik ben Sven Kerklauw en zit op Bruggestraat. Ik ben Renke Althoff, docent op de Bruggestraat. Ik had eerst gekozen voor Technasium, dat was niks voor mij. Dus ik ging naar regulier zodat ik ook in mijn vrije tijd meer kon sporten en ook meer tijd had om te leren. Je hebt ook buitenschooltijd om andere sporten te doen. Je kan op vrijdags kan je volleyballen. We gaan eigenlijk uit van de leerlingen zelf, het eigen niveau wat ze hebben. We proberen eigenlijk op te bouwen met kleine stapjes, waardoor ze eigenlijk vanaf nul kunnen beginnen met een oefening. Ze dan uit mee te nemen naar steeds hoger niveau. Waarin ze zichzelf uiteindelijk kunnen overtreffen. Dus dat is altijd hartstikke gaaf om dat succes te zien, zeg maar, uiteindelijk. En dat vraag ik aan het eind van de les dan ook na. En dan gaan er heel veel vingers omhoog van de leerlingen die zichzelf overtroffen hebben. Ik ben Bart Vries, docent op de Bruggertstraat. Ik vind het heel erg leuk om leerlingen te stimuleren, nieuwe ideeën te bedenken. Een voorbeeld daarvan is op het moment dat het soms mis kan gaan, om te kijken hoe je dat met elkaar kunt oplossen. Een tijdje geleden, vlak voor een presentatie, ging er wat mis bij een maquette. Een stuk brak af, leerlingen helemaal in paniek. En kwamen bij mij van, ja, hoe kunnen we dit nou oplossen? En toen heb ik eigenlijk de leerlingen de vrijheid gegeven het zelf op te lossen. En eigenlijk hadden ze het ook vrij snel voor elkaar, goed overleg. En ze moesten, een half uurtje later presenteren. En de opdrachtgever heeft daar helemaal niks van gemerkt. Zo'n succeservaring, dat nemen ze mee. En dat is echt heel erg leuk om daaraan bij te kunnen dragen.